Hallo jongens en meisjes en welkom bij de nieuwe vlog. Mijn naam is Justin en vandaag ga ik met mijn broer David naar de Beekse Bergen in Nederland. Vandaag gaan we een super leuke dag van maken. Ik hoop dat jullie van deze dag gaan genieten en van deze vlog. Smash even die like, abonneer op mijn kanaal en bedankt voor deze video. Let's go. Oké jongens en meisjes, we zijn even aangekomen. En normaal gezien zouden hier gorilla's of apen moeten zitten, maar ik zie op dit moment geen... apen of gorilla's, ze zitten buiten. Ja, dat kan ik even goed, gewoon even dit zo laten zien, klaar. Hey, is interessant hè. Dit zou dus normaal gezien hier moeten zitten. Dat is een alpha mannetje. Omdat hij een zilveren rug heeft. Hier zijn ze dan zeker hè. Hier op mijn nieuwe gaming PC. We gaan Fortnite spelen. Hey. Fortnite in. Wat noem je dit terpak meer? De Beekse Bergen. De Beekse Bergen, dat was het. Fortnite spelen in de Beekse Bergen, toptitel. Ja, man. Oké, jongens en meisjes, ik weet nu niet te goed of dat jullie die leeuw zien, maar ja, ik doe mijn best om het te filmen. Weet je wel, dat is soms zo ver weg dat die hier zitten, soms zelfs te ver dat ik het amper kan filmen. Hier zit dan een Afrikaanse leeuw. The Big Five, one of the Big Five. Die liggen hier lekker te chillen. Ik weet nu niet of dat jullie die perfect zien, maar ik doe mijn best om alles zo picobello mogelijk te filmen. Dus yeah. Wat is dit eigenlijk, man? Oh shit. Is dat nu een slaap? What the fuck? Ik zag even dat ik iemand hier hoorde zagen ofzo. We zijn nu bij de pelikanen. Ik vind dat die eigenlijk nog redelijk best groot zijn, man. Ik ga niet liegen. Je neemt hem niet op drinken. Die zijn alle twee aan het drinken daar in het water. Dat zie ik nu. Holy shit. Jongens en meisjes, het is hier eigenlijk super druk vandaag in de Beekse Bergen. Het valt nog redelijk goed mee, maar ik vind het alsnog druk. Hier zitten de... Ja, wat zit hier eigenlijk? Ik heb eigenlijk een flauw idee wat dat zijn. Maar ja, boeien. Hey. We gaan zo meteen rustig nog iets eten. Of ja, ik ga zo meteen iets eten. David is dan iets aan het eten. Maar ik heb niet echt goesting om te eten. Aangezien dat er wespen hier zitten. En ik ben al bang dat ik dan een wespen in mijn keel krijg of zo, weet ik veel. Jullie begrijpen het wel, toch? Okay. Dieren die alleen leven, die gaan meestal snel naar bedrijf. En hier zit dus de nijlkrokodil. Daar zit er eentje. Holy damn. Hier komt er eentje aangevallen. Ik weet niet, maar ik vind dat die fake lijken, man. En die zit nog steeds hier. Hè? Mag je er eens bij zitten? Dat je mij daar voorbij zetten. Ja. Van mij wel. Van mij wel. Nu grote paraatjes, maar als ik er eenmaal sta, zijn het weinig daadjes. Dan sta ik hier volgens mij heel snel terug. Ja,
En die aasgier is een stukje lichter dan die struisvogel, dus die heeft gereedschap nodig om te zorgen dat hij zo'n ei open kan krijgen. Nou, hij zoekt een mooi steentje die zwaar genoeg is om het ei te breken, maar ook licht genoeg om zelf op te tillen. Dan ze tikken en slaan dan net zo lang op de zwarte plek van het ei tot deze openbreekt. Nou, dan komt het mooie pincet voor om de stage goed verpast aan de kunnen zijn naar binnen toe en mooi het ei leeg ligt. Nou, niet in één keer. Zo'n ei, dat doet hij wel verschillende dagen om. Dus dat ontzettend veel voeding. Dat is een hele mooie vondst voor deze aasgier. Ja, lekker zitten uitbuiten boven in de boom of boven op een rotsriggel. En dan kan hij wel zo'n 3 tot 4 dagen zitten. Lekker met zijn volle buik. Alles te verteren. Dames en heren, de eier of geen roofvogel is het toch een actieve jager. En dat komt omdat ze een botje mist boven de ogen die de roofvogel beschermt. Oh, mooi zie. En dat is de blauwbuikscharrelaar. Razend snel is ze door de lucht heen. En zo jaagt ze rondom die kadavers op de insecten. Een mooie eiwitrijke kooi voor deze vogel. Zowel man als vrouw zijn zo mooi gekleurd. En dat betekent ook dat de man op een andere manier indruk moet maken op de dames dan met hun kleur. En dat doen de mannen door de gekste capriolen uit te halen. Ja, die heb ik nog vandaag. Het zijn diepvriesmeelwormen, ze zouden niet meer moeten kribbelen. De mannen die halen de gekste capriolen uit in de lucht om de dames te laten zien dat ze wendbaar genoeg zijn om genoeg insecten. Ja, genoeg insecten uit de lucht te vangen om een nest met kuikens goed groot te kunnen brengen. Ja? Als dit een enkele tellen sketsen. Het dieptepunt was een aantal jaar geleden. Toen ze een dode olifant vonden en dat op en daaromheen alleen al waren al 600 tonnen vieren. Als in dit tempo zo langer doorgaat, dan hebben die dieren hier een scherpe kans. Dat is een slechte zaak. Want als de dieren niet zijn in de natuur om de dode dieren op te ruimen, dan zullen er een hoop ziektes verspreiden die gevaarlijk zijn voor de andere dieren, maar ook voor de mensen. De dieren natuurlijk toch een handje te helpen, steunen wij samenwerking met Stichting Wildlife en Green Belgium Project. Zij zetten zich dus in voor de wilde gieren. Ze zullen ze gieren die in gevangenschap uit het eiland kopen, weer terug uitzetten in de natuur. Voordat ze dat doen, zullen ze wel eerst voor zorgen dat de gebieden waarin de gieren worden uit. En jongens en meisjes, we hebben dus net een roofvogel show gehad. Ik heb daar een klein beetje mee gefilmd. Niet al te veel, maar ook niet al te weinig. We hebben ook net een olifant gezien. We hebben vandaag veel te veel dieren gezien aan mijn hoesting eigenlijk, maar ik vond het op zich wel tof. We staan hier nu, of ja, ik sta hier nu bij... Goh, wat zijn we? Ik heb ook geen flauw idee of wat dier dat dit is. Maar David is al een beetje verderop. David staat nu daar. Ik ga daar naartoe gaan.